Nou, onze volgende voorbeeld wordt een product die niet in bepaalde vorm heeft van vierkant, ronde, wat dan ook. Maar wat de ontwerpers vaak graag willen doen is dat je probeert een soort van interactie maken tussen verschillende vormen. En dan moet je denken aan ja, dat je krijgt eigenlijk een soort van abstract sculptuur. Ja? Stel je voor dat ik heb hier een soort van liggende cilinder en daar zit een andere cilinder daar tegenaan. En deze heeft een vorm in die richting en andere andersom. En dan op die manier ontstaat er ook een interessante vorm, ja? En dan pakken we hier een C5 marker. Dat is eigenlijk een beetje te donker. Gaan we naar 3. Daarmee gaan we hier de vormen een beetje accentueren. Omheen. En dan hier ook. Yep. En bij cilindrische vormen, dan heb je altijd reflecties in die richting. Pak ik hier een lichte tint. En daarmee maak ik hier een kleurovergang. Dit is een vlakke stuk, maar dan wil je ook niet dat het helemaal saai één kleurtje krijgt. Dus kijk een beetje overgang. Dan hier heb je licht. En dan die kant wordt het donkerder. En dan krijg ik weer een beetje nog donkerder reflecties op. Als je een beetje natte stukken moet je even wachten dat het droogt. Anders gaat het alle kanten soort van uitvloeien. Ja, en dan hier. En de 5 ga ik dan een beetje daar. Kan je ook een beetje opblazen. Droogt het ietsje sneller. Dan hebben we hier nog andere tinten. Belangrijk is om een stukje schaduw daaronder te zetten. Dan wordt het meteen mooier. En dan hebben we hier twee gedeeltes. De ene is hier zijn de toetsen. En daarboven hebben we een stukje met een scherm. Hebben we nog hier? Dan gaan we hier iets op het beeldscherm zetten. Eerst met de potlood een beetje heel licht optekenen. Ja. Oké, en deze keer ga ik de C5 gebruiken. Print het gedeelte om. Snel zijn als je niet wil dat het alle kanten zo wegvloeien.
Ja, en dan hier gaan we nog een randje zetten voor de scherm daaronder. Hier ook voor de toetsen. En daarachter moet het ook behoorlijk donker. Dat is het idee in ieder geval. En nog een beetje C3, dat het een beetje mooier eruit ziet. Ja, en op die manier hebben we een beetje snelle weergave gemaakt. En achteraf kunnen we nog een beetje intelligentielijnen hier ook toevoegen. Dat het een beetje nauwkeuriger eruit ziet. Nog een beetje extra lijn daar doorheen. Dat het een beetje gevoel van constructie ook tevoorschijn.